Spelers van NAC komen het veld op. 12 punten na de eerste 4 wedstrijden. Afgelopen maandag een hele gelukkige overwinning op bezoek bij Jong Utrecht. U ziet de opstelling van NAC. Met voorin Dogan, Van Hooijdonk en El Alouchi. Zo zal het zijn bij NAC Breda. 4 overwinningen, maar het voetbal is nog niet altijd even gemakkelijk. Weer tegen een jong ploeg. Afgelopen maandag Jong Utrecht, nu Jong PSV. En aanstaande vrijdag speelt NAC ook hier in Breda tegen Jong Ajax. Het zijn die jongweken voor Maurice Stijn en NAC Breda. De opstelling van PSV kent op het allerlaatste moment toch nog een wijziging. Cheikh Touré is geblesseerd. Heeft last van een liesblessure. Is afgehaakt. En wordt vervangen door de 19-jarige Nigel Thomas. Vrije trap voor NAC. Dogan, nu gaat het over de grond. El Alouchi. Alsnog de voorzet van Dogan. Richting Immers. Koppen is geen probleem. Het uitverdedigen voor Jong PSV hier trouwens ook niet. Al was Pirou daar niet echt scherp. Thomas, dat is een goede opening. Christopher Christensen. Ex-Willem II. En daar bij de eerste paal is het raak ook voor Jong PSV. Wat een goede goal van Nigel Thomas. Die dus eigenlijk helemaal niet zou starten aan deze wedstrijd. Hij zet het hier zelf op. Thomas met een prima paas. Christensen krijgt hier de tijd om de bal even te controleren. Wordt niet aangepakt door Riera. Thomas geeft al aan, kom maar op met die bal en wint het kopduel. Dat is een fijn begin voor Jong PSV. Mashart, Malone. Nu kan NAC zaken gaan doen, Van Hooijdonk. Dogan is er ook. Van Hooijdonk, aardig gespeeld. En 1-1. Zo maakt Moreno Rutte min of meer zijn fout goed. Als het al een fout was van de verdediger, maar hij zorgt in ieder geval voor 1-1. En NAC komt dus met een snel antwoord. Van Hooijdonk krijgt de assist op zijn naam. Het doelpunt van Moreno Rutte. En zo is de openingsfase aantrekkelijk. Dogan richting Immers. Oh, dit is ook raak. Nee, wat een kans zeg. Riera heeft hem toch vrij gemakkelijk voor het inschieten, maar krijgt hem toch naast. Hoekschop en wat een kans voor Immers. Goeie trap van Dogan. Kjölle. Nog niet bij Nigel Thomas. Haaien. Een paar keer heeft hij er goed tussen gezeten, Tom Haaien. Dogan. Is goed gespeeld, Van Hooijdonk. Er zijn genoeg verdedigers van PSV terug, maar wat kan Van Hooijdonk? Die krijgt een penalty. Ja, natuurlijk. Wat een domme overtreding van Matthias Kjölle. Wat wil je dan? Penalty voor NAC. En zoals Van Hooijdonk weer belangrijk. Hüseyin Dogan. Om NAC voor het eerst vanmiddag op voorsprong te schieten. Dogan. Nee hoor, die keeper pakt hem. En eerlijk gezegd, ik denk dat iedere keeper deze bal had gehad. Mooie opsteken voor debutant Vincent Müller. Thomas kan ook wat met een bal. Dat is een leuke speler om in de gaten te houden. Nigel Thomas. Ik denk al goed aan de wedstrijd begonnen. Hier laat hij Moreno Rutte zijn hakken zien. De Haas. Saibari. De Haas. Handig balletje van Nigel Thomas. Die een hele goede indruk maakt in de eerste helft. Deze voorzet ook prima in de kopbal. Zeker niet ongevaarlijk. Hoe ver komt Moreno Rutte? Heel ver. Van Hooijdonk kan verlengen. Immers. Uiteindelijk toch niet de controle over de bal. Goed verdedigd ook door Krekels.
Hij leek op weg naar een dikke kans immers. Goed verlengd hoor, door die bal door Van Hooydel. Kjölle. Oh. Oh, stevige overtreding ten opzichte van Haaien. Scheidsrechter laat doorvoetballen. Dan kan Jong PSV in de aanval met Christensen. Maar die verprutst het. En Haaien ligt nog altijd op de grond. Irritatie bij Riera. Die van mening is dat de bal buitengeschoten had moeten worden. Dat is toch meer aan de scheidsrechter. Eerst de misser. Haaien neemt over. En dan die tackle. Die kan eigenlijk gewoon niet door de beugel. Stijn krijgt nu geel. Omdat hij toch weer wat te zeggen heeft. Stijn die volgens mij aangeeft, als mijn aanvoerder iets tegen jou wil zeggen, dan moet dat toch kunnen. Hij heeft een aanvoerdersband. Bal richting Van Hooydonk. De ingooi van Moreno Rutte. Krekels. Rechtsback. Shirendi Sambo. Sterk, het kopduel gewonnen door Matuta. Thomas. Die probeert het. Nigel Thomas. Dat is geen hele makkelijke bal voor Olij. Maar Olij is een goede keeper. Goeie opening. Haaien. Rutte. Immers. Die bijna al zijn kopduels wint. Maar daar haalt NAC, gek genoeg, niet zo heel veel voordeel uit. Joao Pirou. Christensen. Helemaal vrij. Saibari. Altijd wel aanspeelbaar. Pirou. Ik zag wellicht dat de verre hoek open lag bij Olij. Matuta. Krekels. Müller. El Alucci. NAC overtuigt niet. Ook niet in de openingsfase van de tweede helft. En hier is Saibari verlost van Mashart. Dat mag de verdediger daar eigenlijk niet gebeuren. Pirou kruist voorlangs bij Immers. Pirou. En daar is bijna de voorsprong voor Jong PSV. Immers wil de bal afpakken bij Kjölle. Dat lukt niet. Voorzet richting Pirou. Matuta onderschept veel. Onderschept heel veel. Luis Felipe. Malone. Dat zou buitenspel zijn geweest voor Pirou. En deze tackle is erg hard. Ten opzichte van Moreno Rutte. Daar komt geel voor. Voor Nigel Thomas. Aan de reactie van het publiek heb je het idee dat het meer moet zijn dan geel. En dat had hij best gekund. Want hij is rijkelijk laat met zijn inzet. Hier is de corner en die kopbal zit er bijna in van Hooydonk. Daar ook nog dichtbij bij de tweede paal. Hij wel in het doel, maar de bal niet. Naar de kopbal van Riera. Dubbele wissel zo dadelijk bij NAC. Venema gaat in de ploeg komen, net als Luis Fiorini, de schot. Dogan eraf. Het was niet zijn wedstrijd. En ook Immers naar de kant. PSV voetbalt al een tijdje nu om de bal in de ploeg te houden. En niet zozeer om echt een doelpunt te maken. Hier is het slordig. Fiorini. Fiorini. En raak. Omdat Müller in de fout gaat. De nieuwe keeper van PSV overtuigt ook niet op deze uithaal. De invallers doen het goed bij NAC de laatste weken. Afgelopen maandag nog Venema. Nu Fiorini niet aangepakt. En wat een flater van de keeper.
Venema. Elalucci. Het zal er niet zo zijn dat Rutte er nog een maakt. Oh, goede bal. Elalucci. Mooie aanval van NAC. Elalucci heeft de 3-1 op zijn schoen. Heerlijk voorbereid door Moreno Rutte. Daniels. Snelheid bij Gloster. Rutte maakt er een ingooi van. Snel gegooid richting de Haas. Alle tijd en ruimte voor de voorzet. En daar komt Olij met alle risico's van dien. Er worden nogal wat slachtoffers gemaakt daar. En de scheidsrechter laat doorvoetballen. Zo is het nogal verwarrend. De Haas tussen de palen geschoten. Weggehaald door Tom Haaien. Voorzet van de Haas. Daar komt Olij. Volgens mij is het Pirou en Malone die daar op de grond liggen. Stijn is blij, NAC is blij, want ook de vijfde wedstrijd van het seizoen wordt gewonnen. Vandaag met 2-1 tegen Jong PSV. Fiorini is de matchwinner. En bij zijn goal ging de nieuwe keeper van Jong PSV, Vincent Müller, niet vrij uit. Vijfde overwinning van het seizoen voor NAC Breda. Maar makkelijk ging het opnieuw niet. Net als afgelopen maandag tegen Jong Utrecht. Een hele moeizame overwinning voor de ploeg van Maurice Steijn.